Op 21 januari van dit jaar meldde de beroepscommissie van de KNVB dat de proflicentie van voetbalclub FC Eindhoven voor volgend seizoen in groot gevaar was. Volgens de bond heeft de club uit de Jupiler League genoeg tijd gehad uit categorie 1 van de financiële probleemgevallen te komen en is het nu na 5 opgelegde sancties welletjes. Hoewel hoofdsponsor VDL al eerder clubschulden van vele tonnen kwijtschold en de gemeente Eindhoven de lichtmasten van het Jan Lauwersstadion sneller dan voorzien voor 3,5 ton aankocht, ziet het er dus slecht uit voor Blauw-Wit. Maar de vorig jaar benoemde voorzitter van FC Eindhoven geeft nog niet op. Hij pretendeert zelfs dat de club, die volgend seizoen 100 jaar hoopt te worden, momenteel gezond is. 10 vragen aan Ed Kremers. Wat is passie? Passie is beleving, emotie, hartstocht, de club Eindhoven. Van alle betaald voetbalorganisaties hier in Nederland trekt Eindhoven op 2 na de minste toeschouwers. Wat zegt dat u? Dat zegt mij eigenlijk zover iets dat wij de laatste jaren natuurlijk niet geweldig gepresteerd hebben. Lang in die kelder hebben gezeten. En dan kun je niet verwachten als je nu dit seizoen wat beter presteert en zeker beter voetbalt, met een goede technische staf en een goede selectie, dat er ineens 4.000-5.000 mensen op de tribune zitten. Maar we zien dit jaar dat er inderdaad een stijgende lijn is, ook in toeschouwersaantal. Slaapt u ook met een van uw 36 hoeden op het hoofd? Dat niet, nee. Een tijdje terug reageerde de Eindhovense wethouder van onder meer sport, Mariette Mittendorf, nogal koeltjes naar de club toe rond het voornemen van de KNVB. En dat is een understatement. Bent u nog boos op de gemeente? Nee, helemaal niet. Ik ben ook nooit boos op de gemeente geweest. Ik bedoel, met de gemeente zijn best goede afspraken te maken. Communicatie, met elkaar onderhandelen. Dan lukt dat best. En dat is met de gemeente ook gelukt. Ook met de lichtmasten is dat gelukt. Dus dat is geen enkel probleem. De gemeente denkt wel met ons mee. Wat zijn uw herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog? De Tweede Wereldoorlog, die heb ik nog, niet helemaal bewust, maar de laatste jaren wel. Want ik ben van 1938. Dus ik heb de laatste jaren wel meegemaakt. En die heb ik meegemaakt op de Gelderseweg waar we toen woonden. En het was hotel Hertog Hendrik tegenover ons, Royal. En daar herinner ik me nog van dat daar de Duitsers zaten en bivakkeerden. Ja. Hier even verderop timmert de dit seizoen hergestarte ijshockeyclub Kemphanen nogal hard aan de weg. Ja. Mocht FC Eindhoven zijn proflicentie verliezen, dan gaat Kemphanen ongetwijfeld achter uw huidige sponsoren aan. Merkt u daar nu al iets van? Nee, absoluut niet. En er zijn natuurlijk wel sponsoren die ook bij de Kemphanen wat doen, maar die ons toch wel trouw blijven en die niet weglopen. Nee. Wat was uw droom 50, 60 jaar geleden? Mijn droom 50, 60 jaar geleden, niet om voorzitter te worden van FC Eindhoven in deze situatie. Dat was mijn droom. Mijn droom was een goed gezin te hebben met een x-aantal kinderen, kleinkinderen. Dat was mijn droom. Als Eindhoven mocht verdwijnen als betaald voetbalclub, is dan de voortreffelijke jeugdopleiding van de laatste jaren voor niks geweest? Als wij verdwijnen, maar ik ga er niet vanuit dat we verdwijnen, nog steeds niet. Hè. Ik weet dat het struggle for life is en dat we daar nog hard aan moeten trekken. Maar ik kan me niet voorstellen dat je als in deze tijd, in deze crisistijd, met een bedrijf wat gezond is, met 45 mensen op de loonlijst, dat je moet zeggen, sluit die tent maar. Dat zou tegen alles indruisen. Dus wij grijpen alles aan om onze licentie te behouden. En dan sluiten we zelfs een gang naar de burgerrechter niet bij uit. Straalt een hoed iets uit of verbergt die wat? Die hoed verbergt eigenlijk niks. Er zit weinig haar onder, dat wel. Maar anderzijds roep ik altijd, als het hoofd het af laat weten, moet je andere dingen doen om op te vallen. En er hoort een hoed misschien ook bij. Maar ik ben een echte hoedendrager. Je zult mij nooit de deur uit zien gaan zonder hoed. Als de proflicentie daadwerkelijk wordt ingetrokken, hebt u dan gefaald? Voor mijn gevoel wel, ja. Voor mijn gevoel heb ik dan, dan zeg je toch, ja, het is niet gegaan zoals ik het, en ik niet alleen, want er zijn natuurlijk met mij, we doen het met velen, hè, ik doe het niet alleen. Het kan dan wel een boegbeeld zijn,
Maar ik zou het inderdaad een beetje falen voor mezelf vinden, ja. Ja. Ik heb altijd een redelijk goed, middelgroot groot bedrijf geleid. En dat is me altijd goed afgegaan. En als dit zou mislukken, zou ik inderdaad zeggen, shit.